Hanne Mille, we zijn hier in Reningaast. Zonnebeke Ladies speelden vandaag de eerste match in Eerste Provinciale. Ja. Jullie waren kampioen vorig jaar. Hoe liep het vandaag? Wel, de match waar we begonnen, maar eigenlijk nog redelijk veel stress, omdat het inderdaad onze eerste match was in Eerste Provinciale. Maar we hebben gewoon ons ding gedaan. En goed blijven spreken met elkaar, goed proberen te combineren. En 2-0, oh ja, 0-2 was het. Dus, dat is goed, hè. Het ging iets sneller dan in Eerste Provinciale dan in Tweede, hè? Zeker. Het was iets heel anders. Het was inderdaad heel wat sneller. Mm-hmm. Maar we gaan daar tijdens het jaar goed op werken. En we zien wel wat er van komt. We blijven gewoon spelen en we zien wat er van komt dit jaar. Ja, de eerste match 0-2 winnen. Jullie komen over. Wat is de doelstelling in feite bij de Zonnebeke Ladies? In Eerste Provinciale blijven? Onze doelstelling is gewoon om in Eerste Provinciale te blijven. En te laten zien dat wij gewoon vorig jaar kampioen zijn geworden. En dat we het waard zijn voor in Eerste Provinciale te spelen. Dus gewoon blijven ons best doen en ons blijven amuseren. En dat is daarvoor wat we doen. Ja. Je hebt vroeger nog basketbal gespeeld ook en dan teruggekeerd naar het voetbal. Ja. Je bent een enorme fanaat van het voetbal. Ja, inderdaad. Ik heb altijd bij de jeugd, bij de jongens gespeeld. Dan was dat zo wat bij de jongens. Ik werd ook al wat ouder en ik dacht, ik ga een nieuwe uitdaging zoeken. Ik ben dan gaan basketten, maar toen ik hoorde dat er een vrouwenvoetbalploeg terug in Zonnebeke was, was er geen moment twijfel. Ja. Hebben we direct terug aangesloten bij de Zonnebeke. Ja, en heb je een favoriet of een idool? Voetbal of vrouwenvoetbal? Wel, niet echt per se, maar ik volg wel de Red Flames heel hard op. Want ook ik vind ook vrouwenvoetbal komt op gang. En ik vind wel dat dat niet echt alleen een mannensport is. En dat vrouwen dat ook verdienen voor schoon voetbal te maken. Oké, ik dank je, proficiat en veel succes nog. Dank u wel.